Bram, hoe hebben jullie die ongelofelijke mokerslag van afgelopen dinsdag verwerkt? We hebben er veel over gepraat met z'n allen en we hebben gewoon de vinger op de zere plek gelegd. En nu is het gewoon zaak dat we weer vooruit kijken en dat we weer punten gaan pakken. En morgen staan we een mooi duel voor. Een aantal weken geleden was iedereen lyrisch over Almere City FC, gedeeld koploper. Nu gezakt naar de vijfde plaats. Afgelopen drie wedstrijden slechts één puntje, uitgeschakeld in de beker. Hebben jullie even het windje tegen? Ja, als je de uitslagen bekijkt, dan is dat inderdaad wel zo. Je hebt natuurlijk al twee lastige wedstrijden gehad, allebei met 1-0 verloren. Tegen Twente hebben we denk ik een groot deel van de wedstrijd gewoon goed gevoetbald. En dan natuurlijk de wedstrijd tegen Kozakken Boys is dan ja, echt een blamage inderdaad. Dus inderdaad een win tegen qua resultaat. Maar we zijn nog steeds hetzelfde team dat een aantal weken geleden bovenaan stond. Ja, hoe ga je daarmee om dan, met die tegenslag? Proberen toch de dingen die niet goed gaan echt te benoemen en te bekijken wat er dan echt precies misgaat. En gewoon daar op te trainen, zeg maar. Ja. Duel tegen Helmond Sport, misschien wel cruciaal, hè? Want je kan je eigenlijk geen nieuwe misstap permitteren. Ja, het is inderdaad dat we daar echt drie punten moeten pakken als we bovenin mee willen blijven doen, ja, op dit moment. Voor jou bijzonder als geboren Helmonder? Ja, het is wel een leuke wedstrijd. Er komen veel mensen kijken voor mij en ik ken daar heel veel mensen ook bij die club en in de buurt natuurlijk. Dus ik heb er wel zin in, ja. Je hebt ook in de jeugd gespeeld, toch? Ja, klopt, ja. Voordat ik naar PSV ging heb ik daar gespeeld. Het huidige elftal, hoe zou je dat willen omschrijven? Want ze hebben nog niet gewonnen. Je kan het eigenlijk alleen maar fout doen, hè? Ze hebben veel jongens van NAC Breda gehuurd. Dat zijn allemaal jongens die graag willen voetballen. Maar misschien fysiek nog niet helemaal op dit niveau zijn, zeg maar. Dus ik denk dat daar vooral heel veel kansen liggen. En inderdaad, ze hebben nog niet gewonnen. Dus de beun zal er ook veel druk op de ketel staan. Je hebt eigenlijk alles gespeeld, hè? Je bent een beetje de stille kracht van dit Almere City FC. Vorig jaar nog jong PSV. Bevalt goed? Ja, bevalt zeker goed. Het is natuurlijk fijn dat je speelt. Gewoon lekker kan voetballen en ik ben blij dat hier kan. En ik vind dat het zelf ook goed gaat. En natuurlijk als team zijnde moeten we nu weer de resultaten gaan oppakken. Maar voor mezelf moet ik gewoon zo doorgaan, denk ik.